partners van TVL Sportarena CNS Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Welkom bij de Sportarena. Bomvolle Sportarena. En onder andere de beste center op basketbalgebied hebben we het dan van Nederland. Kenneth van Kempen van Maxcom BSW. We hebben een van Limburg's beste verdedigers. Hij speelt bij Borussia Mönchengladbach. Roel Brouwers. De techniekgoeroe op voetbalgebied. De nieuwe wielkovers. Vanavond hier aan tafel. Michel Mommerts. En uiteraard hebben we een club van de week. En dat is deze week niet zomaar een club. Helemaal in het nieuws de laatste weken. RKVV Heksenberg. En daar beginnen we met, want namens Heksenberg aangeschoven, de trainer en oud profvoetballer Pierre Blättler. Pierre, welkom. En ja, dat mogen we ontwikkelen. En dan hebben we bestuurslid Erwin Franke. Heren, welkom. Eerst even Heksenberg volop in het nieuws, gaan we dadelijk over hebben. Is het een beetje een gezellig clubje? Als ik dat hier om mijn geheers in, Erwin, is het echt, ik moet bij jou Nederlands praten, is het een leuk clubje? Ja, superclub. Als je ziet wat bij ons in de kantine zich afspeelt, dat is gewoon top. Iedere zondag volle bak. Als er een evenement te doen is, dan kom ik later ook terug op, bij de foto's. We hebben een foto van de carnavalsavond, dat is gewoon een super vereniging. Ja, en de samenhang in de vereniging zal tegenwoordig heel groot zijn, want het is alles of niks, daar komen we dadelijk over. Pierre, de trainer die alleen maar uitwedstrijden speelt op het moment. Ja, dat kan. Dat kan? Het gaat goed af? Ja, goed, ik bedoel, de situatie is niet anders. En we kunnen alleen maar volgen. En dit is op dit moment de situatie. 7 punten, dus aardig met Heksenberg. Gezien de omstandigheden, denk ik, bijzonder knap. Nou ja, goed, we hebben dat tot het einde volhouden, voor 30 punten en voor prima gedaan, ja. Ik schets heel even de situatie voordat we naar de foto's gaan. Nee, laten we eerst naar de plaquetten van de club gaan. Gemaakt door Agnes Mertens, de man van Willy Mertens, een van de oudste leden van jullie. Kijk heel even de eerste foto. Wat is dit? Dat is voor de opening van het complex. 27 augustus 1983 is het huidige complex, zeg maar. Het is nu 30 jaar oud. En daar draait het nu om met de gemeente, het complex. Ik denk dat er daar nog een andere foto komt. Wat er precies met de gemeente aan de hand is. Dat de gemeente van het complex af moet blijven. Ja. Dus dat speelt op. Ja, laten we even er niet langer om indraaien. De situatie is, de gemeente wil Heksenberg van het complex af hebben. Wil eigenlijk dat jullie gaan fuseren met een andere club. De gemeenteraad heeft echter besloten dat jullie... dat Leo Berendonk dat complex namens privé voor jullie mag kopen. Ja, dat is correct. En BMW houdt dat tegen. Is dat de status op dit moment? Nee, de status op dit moment is dat vorige week woensdag in de nieuwe raadsvergadering is geweest. En daar is een motie van wantrouwen tegen het college gekomen. En die hebben wij jammer genoeg met 18-17 verloren. Dus dat betekent, zoals het nu uitziet, moeten we vanaf over 2 weken, 27 oktober, moeten we op MSP gaan voetballen. Dat is collega-club? Nee, dat is geen collega-club. Die club is er niet meer. Ja. En wij moeten van de gemeente daar gaan voetballen. Dat is onze enige mogelijkheid. We zijn ook nu af en toe wachten of we überhaupt vanaf die datum nog in de kantine mogen. Dat is ook allemaal afwachten. Dus dat is een spannende tijd voor ons op dit moment. Dat denk ik. En 18-17, dat geeft de verdeeldheid binnen de raad natuurlijk ook aan. En ik heb begrepen, doordat 1 raadslid gewisseld is, anders was het juist andersom geweest. Dan hadden we met 18-17 gewonnen. Dat is de heer koning Bastiaan. Die man is er zelf meegekomen om... die heeft ons het sein gegeven. Als jullie nu iets willen, dan moeten jullie nu ageren. Dat hebben wij gedaan. Ja, zo zie je hoe de politiek is. Vandaag zijn ze voor je, morgen zijn ze tegen je. Jullie hebben als club eigenlijk campagne gevoerd. Want jullie staan als Heksenberg midden in de samenleving. Ja. Zijn meer dan alleen een voetbalclub. Nou, jullie laten het vanavond ook weer zien. Heeft dat iets geholpen? Ja en nee. Nou, de politiek niet. Maar de samenhang is alleen maar sterker geworden hierdoor. Ik kijk bijvoorbeeld in de wijk Heksenberg. Hangen allemaal van die posters. Het is gewoon een geweldig gezicht om dat te zien. En je ziet gewoon dat Heksenberg leeft. En we zijn ook niet alleen een voetbalclub. We hebben ook in onze vereniging een dagclub.
We hebben nu 4 dagteams, als ik het goed heb. We hebben 1 keer in de maand hebben we kaarten. Er zijn gewoon 40, 45 man die zijn aan kaarten in de kantine. Dus het leeft zeker. Ja, en dat is precies wat eigenlijk de overheid normaal wil. Is dat een sportvereniging de spil van de samenleving is. Dat is correct. Ja. Ik ga naar jou, Pierre, en ik pak gelijk de tweede foto erbij. Jouw selectieteam van dit jaar. Kijk even met me mee. Ik zei het net al, je speelt alleen maar uitwedstrijden. Heeft met deze situatie te maken in afwachting van een definitief besluit. Voorlopig alleen maar uitwedstrijden. Ja, goed. We hebben komende zondag sowieso een uitwedstrijd. En dan is er een bekerronde. En dan zijn we 2-3 weken verder. Sylvia staat morgen op het programma. Ja, dat klopt. Ja, altijd moeilijk, hè? Sylvia uit, ja. Altijd moeilijk. Ja. Jouw selectie, hoeveelste jaar is dat voor jou bij Heksenwerk? Ik ben er nu bijna een jaar. Bevalt goed? Ja, dat is prima. Ja. In principe kwaliteit om mee te draaien in de vierde klasse? Ja, als wij spelers hebben die heel veel trainen, hebben we een hele goede selectie. Maar daar hapert het wel eens aan, ja. Ja, die kunnen niet trainen, die moeten campagne voeren nou, hè? Ja, dat zou kunnen. De enige smetje zeg ik dan, Heksenwerk geen jeugd. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het bekende oeuvre met alle clubs. Alle regio-clubjes die eigenlijk erbij komen. De jeugd is inderdaad overal het probleem, ja. Ja, de jeugd heeft de toekomst en dat is net het probleem bij Heksenwerk. Ja, goed, Maurice, daar heb je gelijk in. Maar ik weet, dit jaar is het gewoon voor Heksenwerk overleven. En ik weet dat er plannen zijn om echt weer naar de jeugd toe te gaan. Dat er weer een jeugd komt bij Heksenwerk. Ja. Daar willen ze vanaf volgend jaar echt weer aan gaan werken. Wij gaan naar de volgende foto. Handen af van Heksenwerk, want daar gaat het hier allemaal om. De campagne, de posters die in de wijk hangen. Laten we even kijken naar... En dan gaan we ook gelijk door naar de foto van de man die het complex eigenlijk wil kopen. Ja. Leo Berendonk, wat verband heeft hij met Heksenwerk? Die man is al meer dan 35 jaar, 40 jaar lid. Hij is de eerste carnavalsprins. Hij is al zoveel jaar hoofdsponsor. Ja, dus die man is niet weg te denken in de vereniging. Ja, hij doet me ergens aan denken. Maar ik zag, weet je vader Abraham of niet? Maar dat is misschien jullie vader Abraham. Denk ik wel. Ja. Ik denk als die man niet in de vereniging was geweest, dan was Heksenwerk al lang weg. Zo eerlijk moet ik zijn. Ja, laten we hopen dat Heksenwerk behouden blijft, ook al vanwege de laatste foto, Jan van de Ven. Wat kun je daarover vertellen? Die man is anderhalve maand geleden is Jan van de Ven gestorven. Hij is voorzitter geweest. En hij heeft samen met meneer Berendonk en Henk Butink hebben die dit opgepakt. En waar we nu staan is ook iets, daar heeft Jan ook heel veel aan gewerkt. Ja, heel belangrijk geweest voor de club. En ik denk een terecht eerbetoon hier ook in de sportarena. Ik hoop van ganse harte dat jullie volgend jaar het 80-jarig bestaan kunnen vieren. Dank voor de komst en heel veel succes, RKVV Heksenwerk. Applaus. Ja. Ja, dan maken we een kleine omschakeling van het kleine Heksenwerk naar die grote basketballers. Hier naast me zit Kenneth van Kempen. Kenneth, welkom. Ja, normaal krijgen die ook een applaus, die basketballers. Ja. Kenneth, uitgeroepen tot beste center van afgelopen seizoen in Nederland. Doet dat wat met je? Ja, dat doet wel goed, ja. En zeker na het jaar dat ik heb gehad vorig jaar. Dat is een beetje een... Van een dieptepunt eigenlijk naar een soort hoogtepunt. Om te verklaar je snader? Ja, ik kreeg eigenlijk in het begin van het seizoen te horen dat ik eigenlijk moest stoppen met basketbal. Blessure? Ja, blessure aan mijn rechterknie. Kraakbeenprobleem. Daar ben ik al een keer aan geopereerd. En het probleem is teruggekomen. Dus toen zei die dokter eigenlijk van je moet ermee stoppen. Toen heb ik eigenlijk twee weken ben ik er echt mee gestopt. Maar dat is niet lang. Nee, maar en dat... second opinion. Ja, second opinion. En, want ik kon daar toch niet goed mee omgaan, om zomaar te stoppen. Dus toen zeiden ze van ja, ga aangepast trainen en kijk hoe je knie het eigenlijk houdt, volhoudt. En dat is goed gelukt vorig jaar. Ja, train je nou minder dan de rest? Ja ik kan niet meer 5 dagen in de week trainen, jammer genoeg. Dat moet 3 dagen in de week. En dan de andere 2 dagen moet ik anders invullen. Ja. Ja, krachttraining, vies. Ik herken het een klein beetje. Ja. Hey. Je zegt daarom al een goede uitverkiezing. Wie bepaalt wie de beste center is? Of is dat in basketbal puur cijfermateriaal? Nee, dat is vaak spelers, coaches, fans die dat kiezen. Fans hadden anders gekozen voor mij. Ja, de coaches en spelers hebben gekozen dat ik
Ja, dat is het helemaal een eer, hè? Ja, dat vind ik van wel, ja. Want ik wil even gemiddeld vorig seizoen 11,2 punten, 9,6 rebounds, 4,1 assists en 2 steals. Dat zijn cijfers waar je mee thuis kan komen, denk ik. Ja, daar was ik heel blij mee, ja. Toch des te opmerkelijker, want BSW heeft vorig jaar geen geweldig seizoen gehad. Mexico BSW moet ik nou zeggen. Dat klopt. Hoe haal je dan toch je... Ja, hoe motiveer je jezelf? Ja, voor mij was dat denk ik ook... ik ben altijd gemotiveerd. Ik hou sowieso niet van verliezen. Ik wil altijd zelf 100% alles geven en zo goed mogelijk spelen. En daarnaast heb je toch met die blessure... elke wedstrijd kan het laatste wedstrijd zijn die je speelt. Want ja, ik weet niet als mijn knie dik wordt of dat hij zegt van ik hou ermee op. Dus ja, dan misschien was dat wel een extra impuls nog erbij. Ja, en nou gaat het goed met de knie eraan? Ja, het blijft goed nu. Dus laten we het hopen dat dat zo blijft. Jij bent een echte Weerter jongen, zoon van Oliver Verkempen, oudspeler en coach heel lang van Weert. Ben je daarom meer verbonden aan die club dan andere spelers? Ja, Weert betekent wel veel voor mij. Ja, de club BSW, Max kom op het moment. Ik ben ermee opgegroeid. Vroeger ging ik altijd kijken toen mijn pa coach was. Met pa meekijken en dan stiekem mijn kleedlokaal in en af en toe een balletje? Nee, kleedlokaal niet zo, maar wel altijd zat ik vooraan aan te moedigen. Dat was wel een hele eer dat ik voor BSW mocht gaan spelen. Ja. Ja, kleine jongens worden groot, denk ik dan. BSW had een omslag gemaakt. BSW stond er altijd onbekend, zover ik weet, van had het fantastisch scouting systeem. De beste Amerikanen die er te krijgen waren voor de Nederlandse competitie, die had BSW altijd. Nou is dat een aantal jaren minder en nou hebben jullie volgens mij bewust gekozen voor een team met allemaal Nederlandse jongens. Correct, ja. Zoals iedereen is het toch crisis, economische crisis en daardoor moet je keuzes maken. Die heeft het bestuur ervoor gekozen om alleen maar met Nederlands te gaan werken. Mm-hmm. En de Amerikanen die zijn toch duurder vaak en dat een keer een jaar niet te doen. Was wel een attractie weer natuurlijk, al die Amerikanen die daar jaarlijks rondliepen. Ja, dat klopt. Dat geeft wel een extra... Ja, voor mensen, ja, Amerikanen, dat is toch, daar krijg je toch een ander beeld bij. Maar ja, het moet anders dit jaar. Ja. Dat betekent ook dat je kwaliteit inlevert, hoe je het ook wendt of keert. Hoe denken jullie dat op te vangen? Vooral hard werken. We hebben een paar mensen die al langer in de Eredivisie spelen, zoals Jos Besseling, Jeremy Omskerk en ik dan. Ja. En ja, die moeten wel de kar gaan trekken en leiding geven en laten zien wat de jeugd moet gaan doen om op dit niveau mee te kunnen. Je hebt een halve Nederlander, half Rus, Grigoriev, die de eerste wedstrijd van het seizoen afgelopen dinsdag bij de Bos 25 punten maakte. Het was niet genoeg, maar dat geeft zijn potentie denk ik ook aan. Voor de rest allemaal jonge jongens, hè? Ook die Grigoriev. Ja, voor de rest, na die drie die ik noemde, volgens mij 22 jaar jonger. Misschien 23, maar volgens mij 20 jaar jonger, ja. Dus dat vooral voor hun is het eigenlijk wel goed. Voor hun kunnen als jeugdige talenten kunnen hun heel veel leren dit jaar. Hun krijgen veel speelminuten. Dus daar moeten hun wel van gaan profiteren. Ja, je hebt de slechte voorbereiding als BSW achter de rug. In de zin van, ik heb de resultaten gekeken. Ik weet natuurlijk niet hoe het spel was. Je verliest de eerste competitiewedstrijd. Wel verwacht. Hoe zit dat proces eruit? Waar staan jullie op dit moment in basketballand? Ja, dat is nu nog lastig te zeggen, omdat je alleen nog maar tegen Den Bosch hebt gespeeld. Wij moeten vooral onze punten gaan pakken tegen Rotterdam, Amsterdam en hopelijk Leeuwarden en die teams. Maar tegen Den Bosch was wel onze beste wedstrijd tot nu toe. Dus dat is wel positief. We hebben ook als doel gesteld als team elke wedstrijd beter gaan spelen. Dus, zit er ook een ranglijstdoel aan? Wij willen wel, ons doel is nog steeds play-offs halen. Dat betekent de eerste 8? Ja. Van de 12? Van de 10 teams. En als je de play-offs niet haalt, degradeer je dan automatisch? Nee, dat kan bij basketbal niet. Dat heeft meer met geldzaken te maken dan andere dingen. Ja, ja, absoluut. Wat is jouw persoonlijke ambitie nog? Of is die beperkt door je knieblessure? Ja, die is, daar heb ik wel een hele tijd mee in, hoe noem je dat? Mee gezeten, om het zo maar te zeggen. Dat lijkt me een flinke klap. Ja, want je ambitie die kun je eigenlijk wel de deur uitgooien, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk dromen. En, ja, een van jouw dromen, je was niet voor niks in Ohio. In Amerika heb jij 3 jaar volgens mij... 4 jaar. College basketbal, of wat is dat daar? Ja, college basketbal gespeeld, ja. Laatste jaar zelfs kampioen. Is die blessure ook de reden dat je terug bent gekomen dan? Nee, college mag je maar 4 jaar spelen. Die...
die blessure is wel gekomen in mijn laatste jaar van mijn college. Ik heb toen dat hele seizoen doorgespeeld. Want mijn doktoren daar zeiden in het midden van het seizoen, ja, het zal niet zo ernstig zijn. Dus we doen na het seizoen doen we een MRI-scan en dan zal het wel meevallen. Nou, dat bleek dus erg te zijn. Toen heb ik die zomer een operatie moeten ondergaan. Waardoor ik eigenlijk weer heel dankbaar ben dat ze mij nog wilden hebben. Omdat ik eigenlijk het hele voorseizoen moest missen. Dat was al bekend. Omdat dat voor die blessure staat gewoon een hele lange revalidatie voor. Dus ik ben nog best wel snel teruggekomen. Verder had ik heel weinig keuze op dat moment. Als je college basketbal in Amerika vergelijkt met hier de Nederlandse Eredivisie, is dat überhaupt te vergelijken? Ja, nee, ik vind van niet. Bij college basketbal zitten er veel meer mensen te kijken. De Amerikaanse cultuur, basketbal leeft daar gewoon veel meer. Ja, gigantisch, hè? En je speelt voor je universiteit. Het gaat daar om eer en die studenten kijken. En het is toch een heel andere atmosfeer. Het is heel moeilijk te beschrijven zo. Je hebt daar ook op de universiteit, op de campus geleefd. Ja. Hoe was het leven? Ja, dat is mooi. Je bent daar een soort beroemdheid. Dat is, dan moet je in het begin Als lid van het basketbalteam ben je gelijk een ster, zeg maar. Iedereen kent je, iedereen zegt hallo. En het is echt heel mooi om mee te maken. Leuke feestjes, cheerleaders. Ja. Ik begin het in te vullen. Nee, maar het is echt heel mooi, ja. Ja, welke studie heb je daar gedaan? Ik heb daar pre-med gestudeerd. Dat is een soort voorstudie op geneeskunde. Daar ga je nog wat mee doen? Ik ben momenteel master farmacie aan het doen. Kijk, dus daar ga je inderdaad wat mee doen. Ja. Dat merk je, dat zie je niet vaak, topsporters op 26-jarige leeftijd die dat er ook naast. Ja, dat kwam ook. Ik heb lang getwijfeld, eigenlijk toen die zomer, maar toen kwam die operatie erbij. Toen moest ik toch ook meer naar mijn maatschappelijke carrière gaan kijken, omdat ik niet wist wat er met mijn knie ging gebeuren. Mm-hmm. Dus toen heb ik besloten om daar ook naast te gaan studeren. Laatste vraag, wanneer ben jij tevreden aan het einde van het seizoen? Als ze de play-offs hebben gehaald. En dat de jeugd die we nu hebben even laten zien dat ze ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ik bedank jou voor de komst, dames en heren. Kenneth Verkempen. Na de reclame gaan we verder met Roel Brouwers. Maar het is nu eerst tijd voor de boodschappen. Partners van TVL Sport Arena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke. Welkom terug in de sportarena. Dadelijk praten we bij met Roel Brouwers van Borussia Mönchengladbach. Maar nu eerst Michel Mommers. En dat zeg ik nadat we nog een keer de club van de week aan de geur hebben gesteld. Op onze achtergrond, op de achtergrond, Erke VV Heksenberg. Hey! Een Zuid-Limburgs onderrondje, Michelli. Ja, lekker een plaat, hoor. Ja, lekker een dialect. Lekker. Welkom. Er zullen er heel veel gasten zijn, zeker die net uit de buurt van Kerkrooi komen, die denken, Michel Mommers. Wat zit me dat? Daar hebben we nog een paar leuke beelden van. Het zou leuk zijn als Tichtico's becommentariëren. NEC Barcelona, 1983, van de Europa Cup. O jee. Wat zei dan maar ik 2-0, zo te zien. Ja, NEC een firme 2-0. Ja, fantastische kopstoot van dicht. Maar zeg je, ook dat wist ik niet als ze dat koos. Ik gewoon niet. Ik gewoon niet, zeg. Er werd ook pandkloon neergelegd. Ja, dat was inderdaad het hoogtepunt van mijn carrière eigenlijk dan. Ja, dat was mijn korte carrière, maar goed. We zien hier de NEC aanvallen. Hier, Migueli uit verdedigen. Dit geeft ze een fantastische ram. En wat uit Migueli? Kopstootje. Ik dacht voor afgesproken dat dat niet een uitzending kon. Ja, maar de wedstrijd houdt me niet altijd aan de afspraken. Nou, Migueli was, even voor de duidelijkheid, het beest van Spanje. Daar waren eerdere aanvallen waren bang voor. En dich, hup. Ja. Lokst dat kopstootje eigenlijk goed? Ja, ik moet zeggen, het is echt enorm verkeerd wat ik doe. Ik raakte hem niet en hij raakte mij ook niet. Maar ik geloof op dat moment door 2-2 of zo'n 3-2 hinger. En dat is alles om te winnen. En ik naaide hem om maar even voetbaltaal te zagen en hoe ik daar. Op dat moment is dat, maar het is echt niet goed geweest. Ja, normaal spreek ik daar schande van. Maar omdat Migueli is, wil ik het dicht vergeven. Want die man heeft dus werkelijk alles gedaan wat God verboden heeft op het voetbalveld. Ja, dat klopt. Maar ik ben nog trots dat ik hem een beetje had terug kunnen betalen. Michel, heel even, je hebt gevoetbald bij Roda. Je was op Eino de jongste debutant ooit in de Eredivisie. Wie oud was? Ik was geloof ik 16 jaar en 136 dagen, geloof ik. Ja. En toen in Roda 1. In Roda 1, ja. En ik maakte de debuut bij in dit situatie dat
ADO Den Haag. ADO. En dan speelt Martin Jol speelt rechterspits, rechtsboete, en ik linksback. En ik mocht een hoofdstonde van helft mocht ik meedoen. Op de leeftijd. En ik was op dat moment de jongste ooit. Ja, later kwam Reiner van Volendam in de kras. Helaas, dat is een jaar of ver vijf geleden. Ik geloof dat we 30 of 40 dagen jonger, geloof ik. En dat heeft me van de eerste plaat afgesloten. Ja, dat is jammer. Dat zijn toch altijd leuke dingen. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad leuk. Vooral wanneer ze de leases, de namen die erin steunt. Natuurlijk op voetbalgebied is dat niet vergelijkbaar. Maar qua leeftijd inderdaad wel. Ja. We kosten de goed nodig, omdat ze eigenlijk sinds kort weer terug in het land is. Terug in die heimat, in Kerkrooi. Ja. Hoe heb ze gezeten? Ik ga 25 jaar in Dubai gezeten. En dat is natuurlijk een stukje verder weg. En een hele lange tijd. Wat heb ze dan gezocht? Halve zand. Ik had het geluk gehad om in 87 na mijn carrière, actieve voetbalcarrière met Wil Kurver mee te gaan als assistent. En door met hem die methodiek verder te ontwikkelen en samen video's te maken. En ik ben daar blijven hangen. Ik ben een voetballer die nooit zijn carrière pas echt technisch is geworden. Ja, ik word echt geen technisch voetballer. Ik ga ook maar EB, linker B, rechter B, koerdegeling net op stoor. Nooit technisch geweest. Maar ja, een vereiste woord van Wil Kurver, van Loester, want toen met mij geest en de geest me helpen. En voor Motte Kinger technische beweging aan hier, zat ze zoveel moeten doen. Nee. Dus ik ga maandenlang, elke dag, urenlang moeten trainen. En dan nog met beide benen ook nog. Om die bewegingen vuur te doen. En het is me uiteindelijk gelukt. Want ja, ik hou verder niks. Dus ik moest wel mee. Dus ik moest wel trainen. Ja, en nu denken de mensen. Ja, dan heeft hij zich in Dubai die testen vol gestopt. En voor de rest weinig gedaan. Maar ik was heel nadrukkelijk bezig geweest met zijn eigen programma. Ja, dat is zo. Nou, het is natuurlijk ook niet waar. Natuurlijk, in die landen, dat is goed verdienen, het is belastingvrij, dat is allemaal wel waar. Maar het is niet altijd zo dat ze dan met volle zakken terug kunnen. Wel een volle rugzak, hoor. Dat gaat natuurlijk goed. Een rugzak aan ervaring voor de mensen toe, zeg. Juist. Ja, ja, ja. Ik ga natuurlijk wel een hoop gedaan. Ik ga samen met Kurver die methodiek ontwikkeld. En we vuren ongeveer een 96 uit elkaar gingen, ben ik verder gaan ontwikkelen. En ik ga op de kritiek op de methodiek aan ik proberen antwoord te geven. Door te joren hen om de methodiek functioneel te maken. En toegankelijk te maken eigenlijk voor iedereen. Het was soms te moeilijk voor de leiders, de trainers in de amateurvereniging om het uit te vuren. Ja, ook dat. Het zong te boek als een methodiek die alleen maar voor demonstratiemateriaal of doeleinden gebruikt werd. En terwijl het veel meer omhelst. En het wordt ook te moeilijk voor trainers om ermee te werken. Omdat het echt niet gestructureerd wordt. Ja. Nou, en ik ga dat door het laatste senior zodanig gestructureerd dat het toegankelijk is voor elke speler, elke trainer van welke kwaliteit dan ook. Dat is een fantastische methodiek gemaakt. Daar hebben ze zelfs een voetbal-app bij gemaakt. En we gaan nu even naar de trailer kijken van die methodiek. De Michel Mommerts Technical Training. Fantastische beelden, een app, een website. Wat kan ze ervan vertellen? Nou, wat had ik gedaan eigenlijk? Veel hand samen met Kurver natuurlijk een bochtje gemaakt, een video gemaakt en een dvd gemaakt. En om voetbaltechnische bewegingen van dat soort mediums te leren, is heel moeilijk. Dus ik ben ten rade gegaan en ik dacht van wie kan ik dit doen? Aan de hele wereld, aan elk kink trainer beschikbaar maken. Nou, en dan ben ik per toeval op mijn methodiek, op mijn technologie gestoten. Die is 3D Real Life Motion Capture. En dat woord heeft per toeval op een computerbeurs was in een film van Michael Jackson laten zien. Wat ze hier met dat pak, met die bolletjes aan, en ter computer koetsen, dat skelet zie je, dat precies doen wat hij doet. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, ben ik nu voetballers aan die ook dat pak aan hand en die gewoon die bewegingen doen, en dan kan ik op de computer die losse zien. Nou, dat had ik dus gedaan. En we gaan een hele hoop bewegingen, een hele hoop oefenvormen opgenomen met die methodiek. Geconfronteerd in een computerprogramma. En toen een CD-rommetje gemaakt. En in de praktijk nu, de geest met die telefoon het voetbalveld op. Doe heb die app gedownload. Doe kliks op, bijvoorbeeld op... Kapbeweging. Kapbeweging. Ja. En Chris Kappen binnenkant voet. Chris de Veur gedaan. En de geest het gelijk nou doen. Ja. iPadje voor de trainer.
kent het zich precies hoe het zukken. Dat is toch de methodiek? Absoluut. Het idee is natuurlijk, en voor weten allemaal dat in amateurverenigingen, vooral op de jongere leeftijdsgroepen, 5 tot en met 8, bijna allemaal welwillende, respectabele ouders zijn die tijd en geld besteden om de jeugd van ons, de kinderen van ons, op te voeden, op te leiden in de voetballerij. Nou, die mensen hadden meestal geen achtergrond in het voetballen. Maar goed, zo'n die mensen over geen amateurverenigingen. Nee. Dus had ik gedacht van, nou, die mensen moeten voor helpen. En wie kent dat? Ja, ik kan natuurlijk niet dat verhaal zien. Ik weet wat de methodiek deed. Dus die technologie en die app en website leent zich bij uitstek om die lui te helpen. We hebben ze afgelopen week in het verlengde hiervan in Kerkrooi een plan gepresenteerd voor Parkstad, voor alle voetbalverenigingen binnen Parkstad. Om met die Michel Mommerts techniektraining aan de slag te gaan. Ja, dat klopt. Het is dus een verlengstuk van dit gebeuren. Want nogmaals, de kennis maar bij één vereniging zie je. En het probleem in de jeugdopleiding, waar heel Nederland roept van het niveau gaat achterhoes en de opleidingen zijn niet goed genoeg. Het leek natuurlijk niet aan het talent. Talent is er overal en altijd. Alleen, wat deed ze ermee en wie werkt ermee? Nou, en mensen dus van 5 tot en met 8 wordt ze dus begins als trainers. Dat is die eerste doelgroep, 5 tot en met 8 jaar. Ja, en mensen door als trainers has die dus eigenlijk de basis technieken, de basisbeweging van de voetballerij niet kunnen aanleren, ja, dan moet ze dus zorgen dat door NST dat wel kan. Dus het idee van mij is dat ze een soort uitzendbureau heeft, wordt ze dus een trainer die die hele methodiek beheerst en de cavuur doet bij een amateurvereniging stalt en die met die trainers, ouders van die amateurvereniging samen gaat werken en de jeugd gaat opleiden volgens de basis van die methode. Mijn methodiek gebaseerd op het curvegebeuren. Ja. En dan vind ik het mooie ervan is, de hub staat voor elkaar en het hoofd de club geen cent te kosten. Nee, voor de bedoeling is om dat gratis aan te bieden. En dat is toch al wat ze zegt? Ja, dat is inderdaad wat. Dat is ook moeilijk. We gaan door met mensen. Ik zit er niet alleen in. Er zijn een paar mensen bij die dus een plan ontwikkeld hebben. Een soort donateursplan. Waar ze voor een bepaald bedrag een donateurskaart kunnen kopen. Waar ze aan een waarde voor terugkind aan korting voor 200-300 euro. De belangrijkste is Hessel Meijer, projectontwikkelaar in het Roda Stadion, maar natuurlijk ook in het Leisure Dome in Kerkrade, wat geheel van hem is. Daar komt een voetbaldom aan vast. Ja, dat klopt. Daar komt een voetbaldom aan vastgebouwd, waar voetbalveldje in komen, waar de jeugd kan komen voetballen en waar ook een commercieel aspect aan zit. En samen met Hessel is dat plan ontwikkeld dat de commercie en de luwe omgeving, die een warm hart hand voor jeugd, die het financiële beschikbaar maken voor ons om die trainers op te leiden, die trainers te betalen en die bij de amateurvereniging neer te zetten, zodat de opleiding en uiteindelijk het plezier van de kinger in het voetballen groter wordt. Ja. En dat is dus het idee achter dit hele gebeuren. En als die van Heksenberg nu meer willen weten over dit initiatief, hoe moeten ze zich dan melden? Dan kunnen ze zich bij mij melden. En het is heel simpel. Het is gewoon de Michel Mommerts technical training methodiek. En dan kunnen ze altijd terecht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de app gedownload en ik ben met mijn zoon al bezig. Ik zoek 12 verschillende categorieën qua techniek. Veer leeftijdsgroepen. Wieveel oefenstof hebben ze? Nou, dat is eindeloos. We hebben over de 600-700 oefenvormen. En dat is natuurlijk van heel simpel tot heel moeilijk. En dat is dus gekomen omdat ze natuurlijk toch diversiteit in de opleiding moest brengen, in de oefenstof. En dat het niet vervelend gaat worden, dat kinderen elke dag hetzelfde moeten doen. Vandaar dat er zoveel verschillende oefenvormen in zijn. Het belangrijkste is echt de basis en die moet heel simpel zien. En we beginnen dus ook met die website die ze nu ziet, met 150 oefenvormpjes die echt iedereen kan leren. Ja, het mooiste en sluit ik me daar vond ik dat ze voor de uitzending zei, veel willen die kinderen vaak in 1 of 2 jaar voetballen leren. Ja, en dat is de grootste fout die we maken. Het is een hele grote fout. En de fout ligt door erin aan dat de luverkiet denken, de clubs, de trainers, want toen moeten ze het anders zien. Dan moeten ze denken, en ik ben 5 jaar bij je, ga niet 12 of 13 jaar om hen op te leiden. En dat hassen dan, dat kent ze dan dus gestructureerd toe. Het is niet zo dat je kunt en een vereniging, ja, dan moet voetballen hier. Nee, dat is 12 jaar dat ziet. Waarom zou ik met een jongetje van 5 of 6 jaar meteen al passeerbeweging moeten beginnen? Die methodiek nu, die is dus echt gestructureerd en gefaseerd. Dat is eerst van 5 tot 8 toen ik deed, 19 deed, 11, 12 deed. En wanneer ik dan 17, 18 ben, ga ik alle facetten van de voetballerij doorlopen. En dat is heel makkelijk en ook begrijpelijk te doen. Hetzelfde als op school, doe leers eerst het alfabet voordat ze gaan lezen en schrijven. Precies.
Precies. Dank voor deze duidelijke uitleg. Michel Mommerts. Dankjewel. Veel succes met de app. Dankjewel. Ja, voordat we naar Roel Brouwers gaan, gaan we nog heel even naar de trainer van MVV. Ik zei het straks al, en de trainer die geen blaad voor de mond hebt. Tini Ruijs. Van de laatste 4 wedstrijden won MVV er 3 en speelde er eindig gelijk. Met daarbij de oetenverwinning op Fortuna van vorige week. Prima resultaten, zou ze denken. Toch is het kritische publiek in Maastricht nog niet tevreden. Trainer Tini Ruijs begreep de kritiek. Sterker nog, hij zocht dit al van tevoren aankomen. Ja, mijn vrouw zegt, waar ga je aan beginnen? Ik ben naar Maastrichtse. Je wordt helemaal afgemaakt daar als je slechte resultaten hebt. Ik zeg, nou ja, dat is leuk dan. Dat moeten ze zelf weten. Ik ben een trainer wat een proces is ingegaan. Het gaat hier nu op mijn manier. Er zit enorme verbetering overal in. Op mentaal vlak zijn we winst aan het boeken. Op technisch vlak zijn we winst aan het boeken. Op tactisch vlak zijn we winst aan het boeken. Dus ik heb goede hoop dat MVV ergens in 2014 een bijna niet te kloppen ploeg gaat worden. Oh, dat vind ik toch een vrij sterke uitspraak. Ja, daar sta ik ook voor. Daar ben ik ook van overtuigd. Een van de kritiekpunten ging over Brian Smeets. De Maastrichtenaar staat al jaren bekend als een toptalent, maar Ruijs passeert hem zonder pardon versus Serovic. Toch is ook Ruijs een fan van de publiekslieveling. Luister maar. Brian Smeets is een uitstekende voetballer. Ik heb Brian Smeets gezegd, als jij binnen 2 en 3 jaar niet bij Vitesse of Twente speelt, ben jij het schuld. Dus het ligt aan hem, het ligt niet aan mij. Ik heb enorm vertrouwen in Smeets, heeft enorme voetbalkwaliteiten. Alleen op een gegeven moment moet je wel van jongen naar man worden. En dan moet je niet corners zomaar weer laag gaan schieten. Moet je niet vrije trappen, het stadion uitschieten. Want die tijd, dat soort dingen sta ik niet meer toe. En dus tijd Smeester van Luipig Neven, wat de fans er ook van vingen. Dat Ruijs niet bang is om een uitspraak te doen is nog wel duidelijk. Nog zo'n uitspraak dan maar. MVV gaat in 2014 heel veel punten pakken. Ruijs werd het zeker. En we zijn langzaam uit aan het groeien naar een hele stabiele subtopper in de eerste divisie. En na de winter voorspel ik je al dat wij heel veel wedstrijden gaan winnen. Goed gelopen, Mark! Ja, dat was Tini Ruijs. Wij gaan verder met Roel Brouwers, verdediger van dienst van Borussia Mönchengladbach. Roel, we zijn met teamtechniek. Nou ja, ik ben denk ik niet de meest technische voetballer. Dat is een vloeiende dubbele schaar, hoeft ze van mij niet te verwachten. Maar ik denk wel dat ik voldoende paastechniek had. En ik denk dat ik tactisch goed ben, dus dat zijn mijn sterkere punten. Maar wie bent zich opgeleid? Ook met die curve oefeningen? Ik heb die wel gedaan. 4 oude vreugde trainer, Boe Bechholst. Ik kom 1 keer bij ons bij Voltania dan, toen ik nog heel klein was. Ik kom 1 keer in de week bij ons. En die houden ook inderdaad allemaal, ook die methode tegenover training bij Roda. Die heb ik dus later ook met naar Roda genomen. En ja, dat had ik dus wel gehad vroeger. Ik hou nu wel geweld dat ik het meer gehad hou. Ja, dat had ik aan het einde van mijn carrière ook echt dat dag. Ja. Ja. Dat is al nog veel langer geleden. Maar ik zei bij Weltania, speelde Stichter ook al achterin? Of was ik toch? Nee, toen word ik eigenlijk meer spits, middenveld. In ieder geval naar vuren gericht. En ja, toen ben ik, wie ouder ik geworden ben, helemaal meer naar achter gegaan. Alleen in de goal ben ik er net gekomen. Dus, nou, ik geloof dat ze tegen in Gladbach vooral wel voor kennen, willen gebruiken. Want om Lucien Favre te quoten, Roel is daar, wenn man ihn braucht. Ja, dat inderdaad. Die zijn had ik de afgelopen dagen natuurlijk vaker gehoord. Zeker nu afgelopen weekend. Ja, dat is die de trainer die echt genoeg quote. Ja. Nee, ja, ik ben afgelopen weekend ingevallen. En door een moeilijke fase tegen Dortmund stond nog 0-0. En Dortmund wordt iedereen een beetje drukken naar de 1-0 toe. Ja, wacht heel even de situatie schetsen. Toetswedstrijd tegen Dortmund. Helemaal uitverkocht. Ruim 54.000 toeschouwers. 0-0. Die een concurrent raakt geblesseerd. Dicht mocht erin. Ja, nog niet een heel lange warming-up mocht ik erin. Dus gewoon niet echt heel erg warm. Ja, dan kunnen ze erin en zeker op het moment, ja, wat ik al zei, dat Dortmund natuurlijk een drukke wordt. Tegen Lewandowski? Tegen Lewandowski, Royce. Ja, maar dicht persoonlijk in de dekking? Ja, inderdaad, Lewandowski. Ja. En Royce af en toe, en hij speelde een beetje om hem heen. Ja. En uiteindelijk winnen ze de wedstrijd met 2-0. Dus ja, dan is het voor mij natuurlijk een lekker gevoel, want ze met 0-0 erin kunnen. En de winst uiteindelijk met 2-0. Ja, laatste 10 minuten 2 doelpunten. Eerst een penalty en een rode kaart voor Hummels. Ja, klopt. Ja, wel terecht. Terecht penalty. En ja, wensen dan flutst, dan is de consequentie dat zo groot moest geven. Ja. Ja. Dicht voetbal is volgens mij al het 7e seizoen bij Gladbach. Ja, klopt. Ja. Roda, Paderborn, Gladbach. Ja. Wie beveelt het nou?
Ja, het beviel natuurlijk goed. Ik denk gewoon zo lang door. Alleen ja, dit seizoen had ik nog niet heel veel gespeeld. Het was de eerste wedstrijd waar ik over langere tijd gespeeld had. In de vorige 7 wedstrijden had ik wel geteld 1,5 minuut gespeeld. Dus ja, dat is niet echt de doelstelling die ik had. Dus ja, daar word ik wel een beetje van een balen. Maar ja, op zich had ik bij de club natuurlijk voor de rest prima om in te zijn. Toch is het in Duitsland anders dan in Nederland. Hè? Dicht best dingig de langsdienende spelergoed selectie bij Gladbach. Eind van de. Ja. Daar is altijd respect voor. Hè? En dat merk je ook in die opmerking van de trainer. Respect is in Duitsland, heb ik het idee, veel groter voor elkaar dan hier in Nederland. Ja, dat gevoel had ik zelf ook wel een beetje. En dus, ja, in Duitsland is het ook echt nog de jonge spelers die dragen al het materiaal naar de bus. Zo modderd ook, dat is... Ja, dat inderdaad. Ik weet niet of ik ben natuurlijk al langer weg uit Nederland in het voetbal. En ik weet niet of dat in Nederland onnog is, maar ik heb wel het gevoel dat in Duitsland sterker is. Dat die jongens dat doen. Ja. Die kreeg nu weer de kans, want ik zei het al, die concurrent is geblesseerd. En volgens mij, toen zei ze, tot de winterstop uitgeschakeld. Ja, dat is sleutelbeen gebroken? Ja, sleutelbeen gebroken, plus nog de banden die eromheen zitten, volgens mij gescheurd. Dus dat is best een flinke blessure, ja. Eders als er op de club komt, even een schouderklopje geven en blijft hij verluipig naar goed de basis. Nee, ja, de gunst natuurlijk, die een midspeler zo gaat niet. Maar ja, kijk, voor mij, ja, dat is ook wel een beetje het voetbal, want in die geblesseerders kunnen de anderen erin. En... De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, zo is het in het voetbal helaas soms wel. Ja, nu pak ik het voor mij goed uit, maar ik had zelf ook natuurlijk wel eens angst en beleefd. En ja, nu pak ik het voor mij natuurlijk goed uit dat ik nu mijn kans kreeg. Ja, maar dat vroeg ik me bij De Graaf. Als je de Gizo ook zit zitten en de beste vriend van het programma, de best vaker geweest. Kent zich dat meedogenloze ook echt hebben, ook naar medespelers toe? Bijvoorbeeld als ze zich niet aan afspraken, teamafspraken houden? Ja, wel als ze zich niet aan teamafspraken houden. Maar dan, ja, dan, zal ik dat, dan gebeurt dat in het team. En, ja, ik zal nooit in bewust op de training ongehoed kegelen om zo mijn plaatsje te veroveren. Dat zit niet in mij en zo wil ik gewoon niet terugkomen. Maar ja, ik ken wel in de wedstrijd de tegenstander wel mee doogeloos zijn. Ja. Ja, ben je een verdediger die veel voor trainingen nodig heeft? Vroeger wel. Zeker toen ik is steeds minder geworden. Zeker toen ik nog jong was, kroeg ik heel dus vaak... Dus nog jong was, zetter. Ja, dan bedoel ik inderdaad... 31, ja, bijna 32. Ja, klopt. In de periode dat ik bij Roda zat, was ik natuurlijk nog een stukje jonger. En toen werd ik wel eens gezegd dat ik te veel gele kaarten pakte voor dom overtredingen. En ik denk, ja, dat huurde wel een beetje bij de onervarenheid die ik toen hou. En ik denk dat heel veel jonge spelers dat hebben. En, de merks wie meer wedstrijden gespeeld had, wie ouders ze wees, was ze er immer slimmer in huis en ook minder gele kaarten pakken. Ja. Die contract bij Gladbach loopt af na dit seizoen. Ik ben heel benieuwd, wie sticht daarin zit? Dat heb 7 jaar Gladbach erin gehad. Dat betekent in de voetballerij dat ze financieel onafhankelijk best. Dus die keuzes werden dan echt gemaakt op basis van wat wil ze nog? Nee, wat moet ik nog? Ja, kijk, ik ga het prima om in de zin bij Gladbach. Ik ben elk jaar nog wel zeker 20, 24 tot 30 wedstrijden gekomen. Ja. En kijk, wanneer ik die elk jaar speel, dan ben ik tevreden. En nu kan ik wel de kans, zal ik wel een aantal wedstrijden spelen. Dus ja, ik weet niet wat er ligt, een beetje aan met de club wil. Op zich voel ik me prima door en want de club voor 2 jaar wil verlengen. Want ik wil sowieso nog 2 jaar door gewoon na dit seizoen. That's tijd, je wil nog 2 jaar voetballen? 2 jaar minimaal. Mits alles goed is. En na die 2 jaar wil ik gewoon kijken wie ik me voel, wie het lichaam metwerkt. Maar 2 jaar wil ik sowieso nog voetballen. Dus voor mij is het in ieder geval een contract voor 2 jaar te ondertekenen. Is Gladbach een club die zoiets heeft van dat is een krijger voor ons geweest, 7 jaar, dat is nog steeds van waarde. Dan gaan we ook daarvoor 2 jaar verlengen, alleen al als symbool naar boete? Ik had wel het gevoel dat het zo'n club is. Dus ik hoop dat ook, ik hoop ook dat het dan zo is. Maar ik bedoel, ik denk niet dat ze heel veel slechts over mij kunnen vertellen. Door, maar ja, los van het hopen dat ze het willen doen. Wie oud is de zoon, Finn? Die wordt in december 2. Ja, heeft hij zich al bewust zijn voetbal? Ik bedoel dat er op de tribune heeft gezeten, dat zal wel. Maar... Ja, het wordt, toevallig denk ik dat het afgelopen weekend, we waren ook in het stadion. En, ik zat dus op de bank, dus dan als ik het meer tijd voor de wedstrijd, want die anderen zich opwarmen om even te kijken en te morgen om in zwaaien. En op een gegeven moment merk ze echt van, hé, nu ziet hij mij. Ja, dat is het. Ja, dat bedoel ik met bewust, ja. Ja, dus ik ga en zet er dan toe zo, oh papa, zet er dan ook iets over de wedstrijd? Dat zal er niet heel veel zeggen. Je zet wel maar papa voetballen en hij snapt nog wel dat ik echt voetbal.
En ik denk ook wel dat hij nu echt bewuster metkiet, inderdaad. In het begin, ja, dan is het nog een beetje misschien onbewust. Maar nu had ik wel het gevoel dat het echt, echt metkiet. Ja. Vind je dat chic? Ja, ik vind het geweldig. En wanneer hij zelf dan toe is achter een bulk aanloopt, dan ja... Dat is echt... Pap Stolt. Ja, die ja, taalt. Ik begin het te leren. Stolt. Ja. Nee, dat klopt. Dat is geweldig. Even een bruggetje naar wat je tegen gespeeld hebt. Augsburg heb ik al gehad. Poltje vraag. Ja. Zien ontwikkeling vanuit eigenlijk een club in de onderste regionen van de Bundesliga, naar het Nederlands elftal. Ja, klopt. Dat had hij goed gedaan, inderdaad. En ja, Van Gaal is natuurlijk wel even stil. Ja, dan zo'n speler zijn kans geeft. Had zich dat moeten hebben? Want ik heb ze ooit onder Bert van Marwijk dicht tegenaan ja, gezeten. Ja, klopt. Ik denk, wanneer het al moeten gebeuren, toen had het inderdaad in de 2K voor 2010 moeten gebeuren. Toen had een super seizoen achter de rug. 8 keer gescoord als centrale verdediger. Topscorer van Gladbach toen. Ja, alle wedstrijden over 90 minuten gespeeld. Dus ja, dat wordt eigenlijk... wanneer het al moeten gebeuren, had het al moeten gebeuren. En ik denk dat de kans dat het nu nog gaat gebeuren heel erg klein is. Ja. Wat wil ze naar het voetbal gaan doen? Ja, dat weet ik nog niet precies. Ik begin me toch wel steeds meer natuurlijk ook met... Ik geloof dat Michel een idee heeft. Jazeker. Ik bedoel, hij is technisch genoeg. En die bagage die hij had, is echt goed voor trainer. Absoluut. Als voorbeeld voor heel Parkstad. Absoluut. En ik ken hem nog wel een paar bewegingen bijbrengen. Cool, dat is geregeld, hoor. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Hey, Roel, ik wens je heel veel succes bij Gladbach. En die basisplaats die je nu hebt... Gewoon vasthouden, alles komt goed. Er zijn genoeg groeperingen in Limburg die nog iedere week naar Borussia Mönchengladbach trekken. En Geer, van dicht genieten. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Door met zijn we ook aan het einde van deze Sportarena. Ik wil nog even de gasten Michel Mommers, Kenneth Verkempen, Roel Brouwers en de Club van de Week, Heksenberg. Ja, bedanken. Volgende week een nieuwe Sportarena. Nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Tot volgende week. Hoi. Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieken.